Mariska Walders, het hoofdtoernooi van de Champions League is behaald. Gefeliciteerd. Dankjewel. 3 overwinningen in 3 wedstrijden, dat kan niet veel beter. Nou ja, niet veel beter. Qua puntenaantal niet, maar wat betreft het spel nog wel natuurlijk. Nou, dan beginnen we met de verbeterpunten. Vertel. Ik kan hier nu heel veel gaan noemen, maar ik denk dat de mensen van Ajax allemaal kijken. Dus ik denk dat we dat onderling zullen bespreken. Oké, punten die goed gingen, die zijn er natuurlijk ook volop. Nou, we hebben denk ik 3 wedstrijden. De eerste wedstrijd tegen was moeilijk, wonnen we met 2-1. De tweede wedstrijd ging veel makkelijker tegen Hibernians, met veel doelpunten gescoord. En nu de laatste wedstrijd denk ik, hebben we het in het begin onszelf een beetje moeilijk gemaakt, maar dan met veel doelpunten weer laten zien dat we in de Champions League thuis horen. Ja, want op voorhand denkt iedereen misschien, nou ja, je hebt er al 2 gewonnen, die derde, dat moet misschien ook wel niet zo heel erg moeilijk gaan. Dachten jullie dat ook of niet? Nee, dat dachten we totaal niet. We waren echt ermee bezig van, oké, we hebben 2 keer gewonnen. En het is nu heel makkelijk om te denken, ja, we zijn er, want je mag gelijk spelen. Maar we zijn echt wakker gebleven en ja, met beide benen op de grond te blijven staan is gezegd van, ja, we moeten deze wedstrijd winnen. Misschien ook wel wakker geschud, hè, door die tegenstander een paar keer. Ja, we kwamen best wel snel 1-0 achter en dat mag eigenlijk niet gebeuren. Maar gelukkig hebben we daarna gewoon, we zijn niet in paniek geraakt en hebben het goed opgepakt, zijn rustig. Ja, rustig aan de bal gebleven en konden toen gewoon naar onze hand toe zetten. Je hebt al bij Heerenveen gespeeld, je hebt al in het buitenland gespeeld, maar nog nooit in de Champions League. Nu wel. Ja, dat is hartstikke mooi. Ik ben blij dat ik op dit podium nu mag acteren, dus ik heb er heel veel zin in. Je spreekt in ieder geval al je taal natuurlijk als je door heel Europa gaat. Dat is natuurlijk wel een voordeel, maar voetballen in Europa tegen Europese tegenstanders, hoe is dat nou? Ja, leuk. Het is een leuke uitdaging. Andere tegenstanders dan in de competitie. En het zou leuk zijn als ik weer mensen tegenkom waar ik mee heb gevoetbald of al tegen heb gevoetbald. Laten we dan eens eventjes de naam Viviane Miedema noemen, stiekem toevallig. Volgende ronde? Nou ja, ik hoop dat we een iets andere loting hebben, maar het zal altijd leuk zijn om tegen Viv te voetballen. Zo, joh, tegen Viv, daar droom je van toch? Nou ja, hoeft niet gelijk volgende ronde. Ik hoop dat zij hebben ook 2 Nederlanders in het team, dus ik hoop dat zij ook een ronde verder komen. En dat we later in de finale mogen elkaar tegenkomen. Laten we daarvan dromen. Ja, wie wil je dan? Geen idee. Ik weet niet welke potten we zijn. Ik heb nog geen idee wat de mogelijkheden zijn. Maakt me ook niet uit. We moeten gewoon winnen. Is een ander klusje Ajax? Precies. En ik denk dat we daar ons nu volop gaan focussen. Vandaag even genieten en dan van de week weer keihard trainen. En op naar Amsterdam. En niet te veel verklappen dus, begrijp ik. Nee.